Laatste twee edities in Werkendam werden gewonnen door HHC. Kozakken Boys deze week door in de beker ten koste van Groene Ster. En HHC liet zich thuis verrassen tegen Capelle. Eerste kans in de wedstrijd is voor de thuisploeg. Hutte, goed gespeeld. Dit is Keukens, de rechter verdediger met de voorzet. Afvallende bal. Aansluiting is goed bij Asciente. Het is stout met een schot. En Borgman met een goede reactie. De meeste gevaar in de wedstrijd komt dus van Kozakken Boys. Hutte legt hem klaar voor Stout. Nog een keer schieten. En zo komt Kozakken Boys steeds dichterbij. Dan HHC met Hardijk. Is snel, sneller dan Keukens. Hardijk, goed de voordeelregel toegepast door de scheidsrechter. En dit is een redding van Kibo. In de omschakeling HHC, een keer gevaarlijk dus. Dit is een aardig driehoekje. Goed weggestuurd. En Borgman, eerder bij de bal. Dan de aanvaller. Lommers van Kozakken Boys. Scoorde al 3 keer Lommers dit seizoen. Jesper Drost in de basis mag hij beginnen. De man die overkwam van PEC Zwolle. Dit is Klok. Klok heeft een goede voorzet. En wat gebeurt daar in de 16? Mannes gaat naar de grond. Wil graag een strafschop. Krijgt hem niet van de scheidsrechter. Stout heeft wat ruimte. Goed de loopactie van Marijnissen naar binnen gekomen. Daardoor is deze Keukens vrij. Marijnissen via Kobussen valt die bal binnen. 1-0. Het was een goede loopactie van hem naar binnen. Waardoor Keukens vrijkomt. En zo is er de voorsprong voor Kozakken Boys. Ja, via Kobussen daardoor doelman Borgman kansloos. Kozakken Boys dus op voorsprong. Thuisploeg wist dit seizoen nog geen wedstrijd thuis te winnen. 2 keer over een gelijkspel. Bot leidt balverlies. Dan in de omschakeling HC. Tussen de linies Drost. Snel het spel verplaatst richting Hardijk. Hardijk, ja, het is bij de spel. Pech voor HC. Want deze man zag een buitenspelsituatie. Tweede helft. Met HC. Richting wie? Richting Van der Leij. Ja, wie anders? Goede reactie van Kibo. Van der Leij, de enige man die scoorde voor HC. Hier wordt Drost weggestuurd. Kieboom attent. Bal opgepikt door Klok. Heeft ook een goede voorzet in huis. Ja, alleen geen mensen bij de tweede paal. Jesper Drost. De man die dus gevaarlijk was. Kozakken Boys dan. Is dit buitenspel? Nee. Maar wel heel slordig ingeschoten door Marijnissen. Ja, bij HC kijken ze vertwijfeld naar de assistent scheidsrechter. Zo van, het was buitenspel toch? Marijnissen, een van de uitblinkers. Op Bot. Bot en Borgman. Keert de bal met de voet. En zo krijgt Kozakken Boys wat kans op de 2-0. Maar HC zit nog steeds in de wedstrijd. Klok. Daar bij de eerste paal is Hemming. Zomaar vrij tussen 2 centrale verdedigers. Rick Hemming. Geen basisplaats dit seizoen. Maar wel vaak gebruikt als invaller. Stout met wat ruimte. Ja, wie zet de druk? Marijnissen. En goed in de korte hoek. Borgman. Echt een smaakmaker deze Marijnissen. Goede voetballer bij Kozakken Boys. Hier een valpartij. Het spel mag doorgaan. Buitenom. Statie. En geen aansluiting. Dan de vrije trap. Borgman met problemen. En zomaar tegen de lat geschoten, want deze had er wel ingekund. Wat een kans zeg voor Warmolds, de oudspeler van HHC. Nu dus spelend voor Kozakken Boys. Dit is geen buitenspel. Lommers. Lommers met Stout bij zich. Stout, even tikkie terug en dan is het 2-0. Dan denken ze bij HHC aan buitenspel. Maar het is bij lange na geen buitenspel. En zo is het in blessuretijd 2-0. Lommers. Stout, Lommers en 2-0.
En zo is de eerste thuiszege een feit voor Kozakkenboys.